Ja, vrienden. Ja, jullie zien het wel. Hier. Ja, toilet. Het is jullie misschien al opgevallen. Het weet ik niet. Mij is het wel opgevallen. Dat als je dan naar de play gaat. Kijk, hier, dit. Zo eentje. Hier, hier. En dan moet je goed met mij meekijken. Goed meekijken naar binnen. Zo. Kijk hier. Zo. We kijken er even in. Hier. Waar is hij gebleven? Dat is mijn vraag. Waar is hij gebleven? En jullie weten, de mannen weten precies waar ik het over heb. Hier nog een keer kijken. Waar is hij gebleven? Ja, de vlieg. Ja, dus hier zat altijd. Kijk, ik ga mijn vinger wijs ik ernaar. Hier, en op daar zat altijd een vlieg. Daar zat altijd een vlieg. En die hadden ze daar dan geplaatst, hè? Want dan moest je daar ook mikken. Dan wisten ze zeker dat je niet links en rechts naast de pot zat te piezen. Nee, dan mikte je precies daar op die vlieg. En dat is niet meer zo. Dat zijn nou van die dingen, daar begrijp ik helemaal niks van. Waarom wordt dat nou veranderd? Waarom is die vlieg uit die pot weg? Dat is dan van, ja, weet je wel, we maken het flesje van die cola weer anders. Of we noemen een automerk weer anders. En dat heet dan weer geen Datsun, maar Nissan. Of weet ik veel wat ze allemaal doen. Al die veranderingen. Dan vraag ik me af, is dat allemaal nodig? Ik en alle heren. Want jullie hebben dat ook altijd gedacht, nu, de laatste tijd. Want jullie denken ook, waar is mijn vlieg gebleven? Ja, en ik wou eigenlijk zeggen van, kom al weer terug met die vlieg. Ja, dat is veel leuker, want dan heb je tenminste nog wat te doen. Tijdens het pissen gewoon, dan moet je gewoon nog even een beetje mikken zo. Ook op die vlieg. Ja, daar even mijn vinger goed precies plaatsen. Daar zat die vlieg. Ja, nou vrienden, dat moest ik even kwijt. Dag.